Zonnebloempitten. Super lekker en gezond. Maar niet al te veel van nemen, want daar worden je nieren niet zo blij van. En waarom zijn ze dan toch zo gezond? Nou, dit en meer tijdens deze live uitzending van de Eetlijn over zonnebloempitten. Goedemorgen lieve mensen, welkom allemaal bij deze live uitzending. We gaan het vandaag inderdaad hebben over zonnebloempitten. En ik heb wat pitten bij de hand om ze te laten zien. Nou, het is echt een heerlijke pit. We noemen het pitten, maar eigenlijk zijn het zaden. Maar daar kom ik zo meteen allemaal op terug. Gaan een aantal dingen behandelen. Maar heel leuk dat jullie erbij zijn. Ik zie Hanneke binnenkomen. Frida is erbij. Ja, nou, hartstikke fijn, lieve mensen. Welkom allemaal. Even kijken wat ik allemaal wilde zeggen. Ja, dan ben ik eigenlijk heel benieuwd wie hier voor de eerste keer is vandaag. Laat het even weten via de chat en zet me gewoon hoi Nette, ik ben nieuw vandaag, dan kom ik daar zo meteen wel op terug. Maar fijn dat je erbij bent. En ik heb gelijk een vraag aan jou als kijker. Hoe vaak eet jij zonnebloempitten en hoe gebruik jij ze? Ik bedoel, wat doe je ermee? Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Dus laat ze eventjes weten via de chat als je wil. Dan ga ik ondertussen kijken wie er nog meer binnengekomen zijn. Monique is erbij, Ria Visser, hoi Ria. Bedankt voor je prachtige blogbericht weer. Natasja is het bij, Christer, Hanek heb ik al gezien. Oké, nou, hartstikke fijn mensen. Het loopt gelijk weer aardig vol. Corrie is erbij. Nou, dan wat ik ga behandelen vandaag, een aantal verschillende punten. Om te beginnen, wat zijn zonnebloempitten? Dan, in welke vormen ze te koop zijn? Dan, wat heel belangrijk is, is waar let je op als je ze koopt? En hoe bewaar je ze? Dan hoe je ze kunt gebruiken? Welke voedingsstoffen erin zitten en wat doen die voor je gezondheid? Dan een hele belangrijke, zonnebloempitten versus zonnebloemolie. Want degene die mij langer kennen, die weten dat ik fel tegenstander ben van zonnebloemolie. En dan ga ik de pitten wel adviseren. Dus ja, waar zit nou het verschil in? Kom ik zo meteen op terug. Dan de nadelen van zonnebloempitten. Het recept van morgen. Dat heb ik hier alvast bij de hand. Dus het is ook leuk om te blijven kijken tot het einde. Heerlijke toastjes gemaakt van zonnebloempitten. Nou, leuker kan je het gewoon niet hebben. Glutenvrij. Hartstikke lekker. Ja, ik had ze gebakken, maar ze waren alweer op. Dus ik kon ze niet laten zien. Vandaar dat ik het met een foto moet doen. Maar ze zijn echt te lekker. En dan het thema van volgende week ga ik ook bekendmaken. Dus, nou, dan gaan we gewoon aan de gang. Even kijken of er nog vragen binnengekomen zijn of antwoorden. Oh, Engelien zegt door de muesli en gemalen door brood. Ja, hartstikke lekker. Dat kan zeker. Ja, Jan zegt in yoghurt en in eetlijnrecepten. Ja, in eetlijnrecepten worden ze heel veel gebruikt. Maar daar zorgt Ria wel voor. Want het bijten op knapperige dingen, dat geeft een soort van hersengymnastiek. En als je de recepten van Ria een beetje kent, nou bijna overal doet ze of zaden of pitten overheen. Echt super lekker, maar ook echt heel erg gezond. En inderdaad voor je bovenkamer. Ria die moet lachen, haar de toastjes op, dan zul je ze inderdaad echt lekker vinden. Ja, ze waren echt heerlijk. Nou, dan gaan we nu eerst beginnen, wat zijn zonnebloempitten? Nou, we noemen het zonnebloempitten, maar eigenlijk zijn het kleine zaadjes met hele krachtige eigenschappen. Ze zijn niet eens zo groot. Ja, de meeste mensen kennen ze wel, maar misschien niet iedereen. Maar even voor het idee, maar dit is dus een zonnebloempitje. En je hebt ze wel in verschillende maten. Maar ja, de grote zijn het lekkerste eigenlijk. Maar ze zijn gewoon ongelooflijk lekker. En ze hebben hele krachtige gezondheidsbevorderende eigenschappen. Hoi Marieke, hoi Ans. En ze zijn familie van andijvie, witlof, artisjok, kamille, paardenbloem. Dat soort producten is allemaal familie van elkaar. Nou, al die producten zijn bekend vanwege de bitterstoffen. En je weet het wel, bitterder is beter. Dus hoe bitterder een gerecht is, hoe beter het eigenlijk is. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik die zonnebloempitjes niet echt heel bitter vind smaken. Maar witloof, artisjok, nou, dat zijn allemaal wel hele bittere producten, andijvie. En juist door het bittere zijn ze zo gezond. Nou, we kennen allemaal die zonnebloem, die hele prachtige grote zonnebloemen. Die kunnen wel 30 centimeter groot worden, het hart alleen al. Nou, dat zijn echt zulke joekels. En één bloem kan wel 1000 pitten bevatten, 1000 zaden. Nou, en zo'n hart kan wel 30 centimeter worden. En die zonnebloempitten hebben een harde schil. En die moet je eigenlijk kraken. En dan de kern wat er binnenin zit, dat is gewoon heel, ja, een beetje knapperig, een beetje zacht en heel erg nootachtig van smaak. Dus dat is eigenlijk wat zonnebloempitten zijn.
Nou, dan zijn ze in verschillende vormen te koop. Ik heb hier de gepelde zonnebloempit en die heb ik zelf het liefste. Want normaal gesproken hebben zonnebloempitten, en je vindt ze vaak bij het vogelvoer, een beetje gestreepte zwart-witte schil, knetterhard. Die zijn daar heel vaak gezouten met zout, met gewoon zout. Niet eens Himalaya zout, maar gewoon zout. En als je die eet, moet je met je tanden die harde buitenkant kapot bijten. En dan kan je dit opeten en die harde schil, die spuug je dan eigenlijk uit. Nou, het is een heel gedoe. Ik vind het zelf matig lekker. Ik ben echt dol op deze zonnebloempitjes. Dus is ook makkelijker om te eten. Er zit geen zout op en dat is eigenlijk veel makkelijker. Nou, dan heb je ook nog zonnebloemolie. En die komt van een andere soort zonnebloem. En daar kom ik zo meteen op terug. Waarom zonnebloemolie niet oké is. Maar het is dus een andere soort zonnebloem waar die zonnebloemolie van gemaakt wordt. Dan die zonnebloemen waar je de pitten van oogst. Dus het zijn twee verschillende soorten. Nou, wat er misschien ook wel leuk is om te weten waar je op let als je zonnebloempitten wil kopen. En weet je, kan wel in de supermarkt gewoon een zakje in je karretje gooien. Maar er zijn wel een aantal punten die belangrijk zijn. Nou, om te beginnen is het heel belangrijk dat ze vers zijn. En het voordeel van zonnebloempitten, als ze niet meer vers zijn, dan ga je het proeven. Dus zorg dat ze vers zijn. Let op de datum, de achterkant van het zakje natuurlijk heel belangrijk. Je hebt biologische, ik zorg altijd voor biologische. Deze staan trouwens in de webshop van de Eetlijn, bio-organic. En die vind ik echt heel lekker en die zijn dus echt biologisch. Deze week trouwens in de aanbieding met 10% korting. Maar let op dat ze vers zijn, dan verschillende maten zijn er en de grotere zijn het lekkers. Dus hoe groter, hoe beter ze eigenlijk zijn. Dan, hoe je ze bewaart, is koel en donker. Want anders kunnen ze ranzig worden. En juist door ze koel en donker te bewaren, kan je het ranzig worden tegengaan. En het ranzig worden is eigenlijk oxidatie. Nou, eventueel, als je een zakje openmaakt en je doet er veel te lang over, dan kun je het aangebroken zakje in de koelkast bewaren, koel en donker. Ja, bij mij krijgen ze vaak de kans niet. Maar als het wel zo is, dan inderdaad koel en donker bewaren. Goed, Gonnie is erbij gekomen. Ineke Ari is erbij, Lea, José. Roos heeft een vraag gesteld blijkbaar. Dat gaat, ik heb gekiemde zonnebloempitten. Heeft dit een meerwaarde? Oh, dat is een hele goede vraag. Dan kom ik zo meteen in de... Nou, ik kan het gelijk wel zeggen. Die zijn nog gezonder dan gewone zonnebloempitten, maar ze zijn wel ietsje zachter geworden. En waar gewone zonnebloempitten die heerlijke, knapperige bite hebben, als ze gekiemd zijn, is dat niet meer zo. Dan zijn ze gewoon wat zachter. De smaak is nog prima. Ze zijn eigenlijk nog net zo lekker, maar dus minder knapperig. Nou, dan, hoe kan je zonnebloempitten gebruiken? Ik denk wel dat dat heel belangrijk is om toch te weten. Nou, om te beginnen over een salade, of het nou een fruitsalade is, of een groentesalade, samen met lijnzaad, sesamzaad en pompoenpitten. En ik vind het zelf heel lekker om ze van tevoren eventjes te roosteren in een droge koekenpan of in de airfryer. Ik heb toevallig van de week ontdekt dat in de airfryer gaat het supergoed. Leg je gewoon een bodempje in jouw bak. En dan doe je ze op 150 graden ongeveer 6 minuten. Af laten koelen zijn ze echt super knapperig en hartstikke lekker om over de salade te doen. Dus ik rooster ze heel vaak. Let er wel op, als je ze roostert, dat je ze dan niet al te lang meer bewaart. Want dan kunnen ze makkelijker gaan oxideren. Dus dan moet je ze eigenlijk toch wel op vrij korte termijn opeten. Nou, overgekookte groenten, een curry, een roerbak en door de soep. Ik vind bijvoorbeeld een courgettensoep hartstikke lekker, een beetje dikkere soep. En dan strooi ik dan geroosterde pompoenpitten over en een beetje zure room erover. Nou, dan heb je een heerlijke soep. En die pitjes, die zaden, die geven ook een lekkere bite aan de soep. Anders is het gewoon allemaal zo naar binnen schuiven. En ik zeg het wel eens, het is heel belangrijk om in elk gerecht gewoon iets knapperigs te hebben. Omdat het ook inderdaad hersengymnastiek is, waardoor je hersenen eigenlijk gewoon goed aan hun beweging komen. Het klinkt heel raar, maar het is gewoon wel zo. Nou, dan door je eigen gebakken brood. En degene die vaker kijken, die weten dat ik 4 bakmixen heb. Dat zijn de Eetlijn bakmixen. Er zijn 4 smaken. Je hebt kaassmaak, je hebt kruidkoek, je hebt pistoletmix en je hebt vezelbrood. Dit is de meest neutrale en hier zitten geen zonnebloempitten in. Maar als ik deze bak, doe ik er zelf heel vaak zonnebloempitten door. Heb ik hier ook gedaan. Dit is de kruidkoek. Daar heb ik ook wat cranberries erheen gedaan. Ook wat walnoten, maar er zitten ook zonnebloempitjes doorheen. En ook die geven aan het broodje gewoon een hele lekkere, knapperige bite. Dus dat kun je allemaal gebruiken. Nou, door de yoghurt, hartstikke lekker. Nou, dan kun je ze grof malen. Dit is gemalen zonnebloempit met pompoenpitten.
En daar heb ik eigenlijk een soort paneermeel van gemaakt. Dat is een grandioze tip van Ria. Gewoon half om half, lekker malen. Niet tot snuf, een beetje grof malen. En dan kun je ze gebruiken als paneermeel. Want paneermeel is normaal gesproken als met gluten. Nou, de eetlijnmethode is glutenvrij. Maar je moet toch ergens je paneermeel vandaan halen. Nou, dit is een hartstikke lekker paneermeel. Je moet even wennen aan de kleur. Want paneermeel is normaal gesproken mooi licht. Dit is ook een beetje donkergroen van kleur. Maar echt super lekker. Wil je toch gewoon lichte paneermeel. Dan pak je enkel zonnebloempitten zonder de pompoenpitten erdoor. Maar je kunt echt super gebruiken om mee te paneren. Nou, wat je ook kunt doen is zonnebloempasta gebruiken. Ik ben zelf gek op pindakaas en toch gebruik ik het eigenlijk niet, omdat er pinda's in zitten. Daar ben ik minder enthousiast over. Maar ik maak heel vaak mijn eigen smeersels. En dat kan van pijnboompitten zijn, pompoenpitten, maar ook van zonnebloempitten. Dan maal ik het in de blender met wat olijfolie, lekker wat grof gemalen Himalaya-zout erdoor. En dan of op je eetlijnboterhammetje of op je crackertje. Een hartstikke lekker smeersel. Echt super gezond en echt heel erg lekker. Beetje roomboter eronder. Ja, mensen, het is gewoon echt smullen. Nou, dat rooster heb ik al benoemd. Het kan dus in de koekenpan of op de airfryer 6 minuten op 150 graden. Als je ze af hebt laten koelen, moeten ze dus knapperig zijn. En als ze niet knapperig zijn, nog eventjes extra laten roosteren. Maar meestal is zo'n minuut of 6 wel voldoende. Goed, lieve mensen, voor degenen die net binnenkomen, hebben we het vandaag over zonnebloempitten. En ik heb al verteld wat ze zijn, hoe je ze bewaart, waar je op let als je ze koopt. Dan hoe je ze kunt gebruiken. En nu gaan we kijken naar alle gezondheidsbevorderende eigenschappen. Want als ik er zo enthousiast over ben, moet er toch wel iets van waarheid in zitten waarom ze zo gezond zijn. Nou, dan ga ik allemaal met je doornemen. Ik heb niet alles vermeld. Ik bedoel, er is nog veel meer over te lezen en te weten. Maar wil je nog meer weten over zonnebloempitten na deze uitzending? Meld je dan aan voor de Eetlijn Praatjes. Dat is de Eetlijn Nieuwsbrief. Die komt elke zondagavond rond een uur of 8. En daar zit ook altijd een linkje naar het blogbericht van deze week. En daar staat nog meer in dan in deze live-uitzending. Maar goed, welke voedingsstoffen zitten erin en wat doen ze? Nou, om te beginnen zit er vitamine E. En een vitamine E is fantastisch voor je brein. Heel, ook omega 3, dat weet iedereen. Maar ook vitamine E is heel goed voor je brein. En het is een antioxidant. En vitamine E is enorm ontstekingremmend. Dat kan heel belangrijk zijn bij reumatoïde artritis, bij artrose en bij astma. Dus eigenlijk alle ontstekingsziektes die hebben baat bij het gebruik van vitamine E. Nou, door deze zonnebloempitten te eten krijg je dus inderdaad aardig wat vitamine E binnen. Een hele sterke antioxidant. Nou, dan zit er B-vitamines in, onder andere foliumzuur en thiamine. En samen met calcium en magnesium geven die meer energie, meer rust in je brein. Er zit ook choline in en dat is voor een beter geheugen. Dus voor je bovenkamer echt uitstekend om te gebruiken. Dan zitten er heel veel vezels in. Wel 9 gram per 100 gram, dat is echt extreem veel. Nou, vezels zijn natuurlijk goed voor de stoelgang. Het houdt je bloedsuikerwaarde, die normaal gesproken heel makkelijk schommelt, houdt die stabiel. Dus eigenlijk antidiabetes. En het geeft een heel verzadigd gevoel. Ik bedoel, als je producten eet met veel koolhydraten erin, dan merk je dat je nog meer wil eten. Maar als je zonnebloempitten gebruikt of andere zaden en pitten en noten, dan merk je gewoon dat die bloedsuikerspiegel heel mooi stabiel blijft. En dat je daardoor meer verzadigd bent en minder snijtrek krijgt. Dus hartstikke lekker om een keer een handje zonnebloempitjes tussendoor te nemen. Als snackje tussendoor. Lekker geroosterd. Beetje Himalaya zout. Is allemaal mogelijk. Even spieken. Nou, dan zit er selenium in. En selenium is ja, eigenlijk anti-kanker. Vind ik altijd een hele boude uitspraak. Maar het is dus wel zo. En vooral darmkanker heb je heel veel baat bij zonnebloempitten. En nou is het niet zo als je inderdaad darmkanker hebt of een andere vorm van kanker. En je gaat elke dag een paar eetlepels zonnebloempitten eten. Dat je dan op die manier geneest. Dat zou te kort door de bocht zijn. Maar het stimuleert wel het herstelproces na DNA-schade. En die DNA-schade die wordt veroorzaakt door de vrije radicalen. Dat zal ik even uitleggen. Ons lichaam bestaat uit heel veel celletjes. Allemaal mooie kleine ronde bolletjes. En er zijn heel veel vrije radicalen, dat zijn eigenlijk de terroristen. En die vrije radicalen die beuken tegen die celwand aan en daardoor kan die cel beschadigen. En kun je zelf schade krijgen op DNA-niveau. Nou, wat
Leni nou doet, die bevordert eigenlijk dat celherstel op, ja, eigenlijk op DNA-niveau. En daarom kan het je lichaam beschermen tegen kanker. Maar nogmaals, het zijn hele boude uitspraken, maar houd in de gaten. Die antioxidanten, dat zijn de soldaten, en die beschermen jouw cellen tegen die vrije radicalen. En je kunt er eigenlijk niet voldoende van binnenkrijgen. Nou, selenium helpt ook bij de opbouw van glutathion. Glutathion is een ongelooflijk belangrijke stof en die ondersteunt de ontgiftende werking van de lever. Dus als je nou inderdaad behoorlijk wat vrije radicalen hebt en je lever raakt steeds meer belast, die moet eigenlijk, ja, die heeft een ontgiftende werking. Maar als de lever heel erg belast wordt door andere stoffen, dan komt hij niet toe aan zo'n ontgiftende werking, of eigenlijk te weinig. Nou, glutathion helpt daarbij. En selenium helpt bij de opbouw van glutathion. Ik kan natuurlijk ook een apart glutathion supplement nemen. Maar eigenlijk alles wat bijdraagt op een natuurlijke manier is gewoon meegenomen. Nou, dan helpen de zonnebloempitjes om de bloeddruk te reguleren. En het helpt ook bij gezond cholesterol. Dat zijn allebei heel belangrijke eigenschappen om hart- en vaatziekten te voorkomen. Het is antimicrobieel. En dat betekent eigenlijk dat het kan beschermen tegen schimmels. Ook niet onbelangrijk. Dan zitten er heel veel aminozuren in. En ik heb het een paar weken, misschien vorige week uitgelegd. Je hebt aminozuren en je hebt eiwitten. Nou, eiwitten zijn bijvoorbeeld vlees en vis en kip en noten. En die eiwitten die zijn opgebouwd uit aminozuren. En die aminozuren noem je eigenlijk de Lego blokjes. En de eiwitten zijn het Lego kasteel. En als er te weinig Lego blokjes zijn, dan kun je geen kasteel opbouwen. Dus het is heel belangrijk om voldoende aminozuren binnen te krijgen, waardoor je uiteindelijk een Lego kasteel kunt bouwen. En dat zijn de eiwitten. Nou, die aminozuren zitten erin. Magnesium, mangaan, selenium, koper en fosfor. Er zit ongelooflijk veel in. En wat ik al gezegd heb, heel veel antioxidanten. Nou, dan tot slot zijn de zonnebloempitten een enorme bron van gezonde vetten. Allemaal meervoudig onverzadigd. En dat zijn de gezonde vetten. Want je hebt natuurlijk meervoudig onverzadigde vetten, enkelvoudig onverzadigd, verzadigd. En de meervoudig onverzadigde vetten zijn eigenlijk de allerbeste vetten die er zijn. En die zitten er dus echt volop in. Dus heel belangrijk om die ook regelmatig binnen te krijgen. Goed, even kijken. Matthew is erbij uit Engeland. Wat leuk, Matthew. Welkom. Joke is erbij. Frida. Oh, Frida, die heeft een vraag gesteld. Ria heeft erop gereageerd. Ja, Ria, dankjewel. Lea vraagt, is het beter om ze fijn te malen voor je ze gebruikt? Nou, dat was vorige week wel met dat chiazaad wat ik behandeld heb. Er zit namelijk een manteltje omheen. Maar dat is bij deze pitten niet, want de mantel is er al af. Want die mantel is het harde schilletje wat er omheen zit, Lea. Dat zwart-wit gestreepte schilletje. Dat is er al af bij die gepelde zonnebloempitten. Dus die hoef je niet meer te malen. Die kun je gewoon zo gebruiken. Maar malen kan wel, maar het hoeft niet. Dus je kunt ze en zo als snackje eten, maar ook malen om door je brood te doen of whatever. Nou, dan heb ik nu inderdaad de vraag, Nettie, waarom ben je nou zo enthousiast over de zonnebloempitten en niet over zonnebloemolie? Want we weten echt dat je er heel erg op tegen bent. Ik heb het al zo vaak vermeld. Nou, zonnebloemolie bevat heel veel omega 6. En uiteraard, de zonnebloempitten ook, die bevatten ook vrij veel omega 6. Maar bij zonnebloemolie wordt het eigenlijk nog erger door de bewerkingsmethode. Als je namelijk zonnebloemolie wil maken uit zonnebloempitten, als je ze koud perst, dan is die olie niet lang houdbaar. Die oxideert heel snel. En die kan ook niet goed tegen verwarming. Dus zonnebloemolie is heel snel bederftend. En er zit heel veel omega 6 in ten opzichte van omega 3. En als je nou veel omega 6 hebt en weinig omega 3, dan krijg je juist die ontstekingbevorderende werking. En zonnebloemolie is dus heel erg ontstekingbevorderend. En daarom is het beter om bijvoorbeeld olijfolie te gebruiken. De zonnebloemolie kom je, ik heb het even niet goed gezegd. Je kunt zonnebloemolie koud persen van zonnebloempitten. Nou, dat is eigenlijk een relatief gezonde olie, alhoewel er wel meer omega 6 in zit. Maar die is in winkels bijna niet te koop, omdat die dus heel snel oxideert. Dus om dan toch een zonnebloemolie in de winkel te krijgen die niet zo snel oxideert, worden er allerlei processen op losgelaten, wordt enorm bewerkt. En je krijgt daardoor chemische verbindingen. En als je die zonnebloemolie gebruikt om koekjes te bakken, krijg je die koekjes juist ook weer, die transvetten.
En veel te hoog in oliezuur. Dus verzuren, transvetten, noem maar op. Dus het is gewoon geen goed idee om zonnebloemolie te gebruiken. Want juist het bewerkingsproces, dat maakt die olie zo ontsteken bevorderend. En daarom kun je beter koud geperste extra vierge olijfolie gebruiken. Want daar zit en omega 3 in, en omega 6 en omega 9. Dus eigenlijk alle drie tegelijkertijd. Er is één uitzondering en dat is de high oleic. Dat is een ander proces, dat is ook een soort zonnebloemolie. Dat is een ander proces van bereiding en die heeft meer omega 9 en minder omega 6. Maar is heel duur en die is niet echt schadelijk, maar toch altijd nog te veel omega 6. En altijd beter olijfolie gebruiken, hoe dan ook. Nou, dan hebben de zonnebloempitten ook nog een aantal nadelen. En vooral, dit gaat dan vooral over de ongepeilde, die zwart-wit gestreepte. Daar wordt heel vaak gewoon zout aan toegevoegd. En als je die zonnebloempitten in je mond stopt en koud en de schil uitspuugt en het pitje opeet, krijg je tegelijkertijd ook te veel gewoon fout zout binnen. Als het nou Himalaya zout zou zijn, zou het nog te daar aan toe zijn. Maar het is gewoon, je krijgt te veel zout binnen. Nou, dan bevatten zonnebloempitten vrij veel cadmium en het is een zwaar metaal. En het zware metaal cadmium kan jouw nieren beschadigen. Maar ik ga zo meteen uitleggen hoeveel je mag hebben, hoor. Dus wat eigenlijk de goede hoeveelheid is. Nou, dan kunnen zonnebloempitten, als je het niet gewend bent om ze te eten, kunnen ze allergische reacties veroorzaken. Met name jeuk, zwellingen, hooikoorts, huiduitslag, soms zelfs braken en soms zelfs een anafylactische shock. Nou, daar word je echt niet blij van. Maar dus alleen als je het niet gewend bent om te eten, je gaat gelijk bakken tegelijk eten. Dit is bijvoorbeeld een zakje in mijn webshop van 250 gram. Nou, ik ken mensen, die vinden ze zo lekker, die peuzelen gewoon zo'n zakje op een dag leeg. Dan kan je wachten op problemen, is gewoon echt niet de bedoeling. Maar mijn advies is om 2 eetlepels per dag maximaal te gebruiken. Als je de eetlijnmethode volgt, echt de eetlijnmethode, dan mag je 4 eetlepels vezels per dag. Nou, als je dan 2 eetlepels zonnebloempitten gebruikt, kun je ook nog 2 eetlepels andere vezels gebruiken. Maar hoe meer variatie, hoe beter het is, maar gewoon uitkijken met te veel. Ik zie van Catharine een vraag binnenkomen. Olijfolie is toch minder geschikt om mee te bakken? Catharine, ik zal het je zeggen. Ik heb een olijfolie die is laag in oliezuur. En die gebruik ik om te roerbakken. Ik maak er dressings mee, maar ik bak niet op hete temperatuur. En ze zeggen wel eens, je hebt speciale bakolijfolie nodig. Dat is gewoon een trucje van de voedingsmiddelenindustrie om meer olijfolie te verkopen. Als jij een goede olijfolie hebt die laag is in oliezuur, dan kun je hem gebruiken om te bakken. Maar er is één voorwaarde. Let op dat hij niet gaat walmen. Als je hem namelijk gaat verwarmen en hij walmt, dan is hij te heet en dan moet je hem weggooien. Maar als je op lage temperatuur bakt, ik bak altijd op lage temperatuur, hooguit 150 graden, echt niet hoger, dan is er niks aan de hand. Dus ik kan gewoon bakken in olijfolie. Mijn eitje, mijn biefstukje, mijn kipfiletje. Die doe ik heel veel in de airfryer, dat vind ik gewoon fantastisch. Maar als ik in olijfolie bak, het gaat eigenlijk altijd goed, maar hij mag niet walmen of roken. Dus dat is een goede vraag, hoor. Nou, dan wat er ook kan gebeuren als je te veel zonnebloempitten eet, dan kan je een bezoar krijgen. Dat is een harde, massieve brok die vast gaat zitten in je darmen en die geeft verstopping. Het hoeft niet, maar het kan. En zulke dingen gebeuren dus alleen bij te veel. Maar hou je nou aan 2 eetlepels per dag, dan is er totaal niks mis mee. Kun je het gewoon gebruiken. Dus, dat lieve mensen. Nou, even kijken of er nog meer vragen zijn. Goedemorgen. Lea vraagt, wat vind je van rijstolie? Kan heel goed tegen hitte. Ik ben er ook niet voor, Lea. Het is ook een product waar veel omega 6 in zit. En ik ben sowieso niet voor alle rijstproducten. Dus ik zou gewoon echt omega 3 gebruiken. Olijfolie gebruiken. En als je op hoge temperatuur wil bakken, dan pak ik altijd kokosvet, kokosolie. Dat pak ik dan mee. Dus ik pak alleen maar of olijfolie, of kokosolie, roomboter. En even kijken, roomboter, kokosolie, olijfolie. Dat is het eigenlijk. Dat is, en ghee. Ghee gebruik ik ook. Dat zijn de 4 vetten in de keuken. Ik ga er nog wel een keer een nieuwe uitzending over doen. Lea, dat is al lang geleden. Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Dus daar kom ik wel een keertje op terug. Ja, goed.
Over, oh ja, dat is een vraag van Frida. Heeft er je antwoord op gegeven? Oké. Goed, lieve mensen. We gaan kijken naar het recept van morgen. Je krijgt van mij de ingrediënten. Die kun je dan bestellen in de webshop van de Eetlijn. Waar zijn ze morgen? Worden ze thuis bezorgd. Als je het voor 3 uur bestelt, dan zijn ze morgen als het goed is bij je binnen. Nou, wat je nodig hebt is 100 gram zonnebloempitten. En die maal je tot een grof meel. Dan heb je nodig kokosmeel. Lupinemeel, psylliumvezels, een snuf Himalaya-zout, wijnsteenbakpoeder en 2 biologische eitjes. Dus nogmaals, zonnebloempitten 100 gram, kokosmeel, lupinemeel, psylliumvezels, Himalaya-zout, wijnsteenbakpoeder en 2 eitjes. Nou, het is heel makkelijk gemaakt, dus ga lekker aan de slag morgen om deze super lekkere toastjes te maken, mooie ronde toastjes. Je kunt ze ook vierkant maken. Deze met een glas uitgestoken. Je kunt ook de plak deeg uitrollen en gewoon met een mes vierkant blokjes snijden. En dan het thema van volgende week is haaruitval. Nou, dat is eigenlijk een minder leuk thema dan zonnebloempitten. Maar ik zie steeds meer mensen in mijn omgeving die er last van hebben. En dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Dat kan zijn door chemo, dat is ook echt helemaal niet leuk. Dat kan ook zijn door alopecia, daar heb je verschillende vormen van. Maar haaruitval kan ook zijn bij de mannen die gewoon uiteindelijk haaruitval krijgen naarmate de leeftijd vordert. Verschillende vormen van haaruitval en daar ga ik het volgende week met jou over hebben. Anneke, best bedankt net. Ik heb echt weer heel veel geleerd en goede tips gehad. Ik gebruik vaak zonnebloempitten, zeker ook vanwege de... En de rest kan ik niet lezen, Anneke. Maar ik zie het straks wel even in de chat staan. Nou, hartstikke leuk dat je er zoveel van geleerd hebt. Bedankt. Ik zou het superleuk vinden als jullie deze uitzending gaan liken en delen met andere mensen. Want des te meer bereik krijg ik en des te meer kan ik mijn grote missie realiseren. En dat is van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. Dat is mijn grote missie. En hoe meer jullie deze video's liken en delen, hoe groter mijn bereik wordt en hoe meer ik kan doen om mensen gezonder te maken. Nou, nogmaals hartelijk bedankt. Een onwijs fijn weekend. En de zonnebloempitten zijn dit weekend in aanbieding. Ik heb het al genoemd, 2 zakjes met 10% korting. En ik zou zeggen, hartstikke fijn weekend en tot volgende week. Groetjes, doeg, doei doei.